Wat kun je allemaal doen met 43 miljard dollar? Elon Musk, op dit moment de rijkste man ter wereld, wilde dat bedrag neertellen om Twitter te kopen en van de beurs te halen. Dat levert er natuurlijk een stevig publiek debat op. Onder meer over de vraag, wat is met 43 miljard nog meer mogelijk? Nou, hier is onze bijdrage. Om te beginnen, 43 miljard dollar is voor één persoon natuurlijk een absurd en nauwelijks voorstelbaar vermogen. Maar als je het op wereldschaal wil toepassen om dingen te veranderen, dan blijkt dat het eigenlijk maar een heel beperkt bedrag is. Maar je kunt er wel iets mee. Elon Musk zou bijvoorbeeld in zijn eentje een oorlog kunnen financieren. Alleen moet die oorlog niet heel lang duren. Een grove berekening leert dat de oorlog in Oekraïne Rusland 20 miljard dollar per dag kost aan materieel en manschappen. Musk zou dus na twee dagen door zijn geld heen zijn. Maar er zijn ook nog wat meer nobele dingen die hij kan doen. Malaria de wereld uithelpen, bijvoorbeeld. Uitgaande van een vaccinprijs van 5 dollar zou Musk de hele wereldbevolking van 7,9 miljard mensen een prik kunnen geven. Ook kan hij zijn geld inzetten om honger te bestrijden. Hij zou de allerarmsten kunnen helpen door 42 miljoen mensen in ontwikkelingslanden dagelijks één maaltijd te geven. Kosten volgens de Verenigde Naties 6,6 miljard dollar per jaar. Musk zou met 43 miljard zo'n 6,5 jaar door kunnen. Hij kan zijn geld ook inzetten in de energietransitie. Maar dan is 43 miljard al snel een beetje wisselgeld. Voor 43 miljard dollar kan Musk 430 vierkante kilometer bedekken met zonnepanelen. Dat is ongeveer heel schouwen duiveland vol. Maar daarvan kan hij slechts 17.345 huishoudens van stroom voorzien. Ongeveer de gemeente Gorkum. Dus dat klinkt alweer niet zoveel. Maar goed. Elon Musk heeft nog veel meer geld. Zijn vermogen werd eind 2021 geschat op 277 miljard dollar. En daar kun je natuurlijk nog veel meer mee doen. Vond je het een zinvol verhaal, download dan nu de RTL Nieuws app. Daar houden we je op de hoogte van al het nieuws en alle achtergronden die voor jou relevant zijn.